Ersoy is een elektrotechnisch ingenieur geboren in Marl. In 2002 ontmoet hij zijn vrouw Funda, die in Turkije is opgegroeid. In 2009 krijgen ze een dochter. Vanwege huiselijk geweld scheidt Funda in 2014 en verhuist met haar dochter naar Haltem MC. Ersoy krijgt een benaderingsverbod voor Funda. Er is een geschil over alimentatiebetalingen. Op 1 juli 2015 vertrekt Ersoy ondanks een benaderingsverbod naar Haltern. In een ijssalon ontmoet hij zijn vrouw en dochter, die onmiddellijk naar huis rijden. Ersoy volgt hen en verstikt zijn vrouw in het trappenhuis. Buren grijpen in. Ersoy haalt een mes en ontvoert de dochter, die in een islamitische familie altijd toebehoort, aan de vader. Met haar vlucht hij naar Italië. Waarschijnlijk met de intentie om van daaruit met de veerboot de EU te verlaten. Eerst bevestigt hij aan zijn vrouw aan de telefoon, ja, ik wilde je vermoorden. Maar dan is hij door haar en de politie overtuigd om terug te keren naar Duitsland en te worden gearresteerd. De dochter is getraumatiseerd. In januari 2016 wordt Ersoy door de juryrechtbank van Essen veroordeeld tot 5 jaar en 9 maanden gevangenisstraf wegens poging tot doodslag en kinderontvoering. Bedankt voor het bekijken van deze video en het ons helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eer.